Ook een slimme vos loopt wel eens in een van de vallen die het Rijksinstituut voor Natuurbeheer hier en daar op de Veluwe heeft neergezet. En dan komen biologen en andere medewerkers van dat instituut aangesneld om Reinhard uit zijn kooi te halen. Hij heeft nog niet in de gaten dat hij daarna weer zal worden vrijgelaten. Want het enige doel van de hele actie is om de vos uit te rusten met een zendertje. Dat gebeurt omdat men de gangen van het dier wil nagaan. De deskundigen menen namelijk dat een vos de gevreesde hondsdolheid kan overbrengen. Nadat de vos met de zender om zijn nek is vrijgelaten, trekt men er geregeld met een pijlenwagen op uit om de uitgezonden signalen op te vangen, waardoor men veel over de leefgewoonten van de vos te weten komt. Tijdens het onderzoek dat 3 jaar geleden begon, is gebleken dat de meeste vossen zich niet verder dan ongeveer 1 kilometer van hun burcht verwijderen. Door kruispeilingen kan men tenslotte met grote zekerheid de burcht van de vos lokaliseren. Vaak is dat een konijnenhol en dan worden alle uitgangen op één na afgesloten, waarna de vos wordt uitgegraven. En bij dat werk, dat met grote omzichtigheid gebeurt, stuit men wel eens op verrassingen. Mogelijk dat vader met zijn zendertje op kraambezoek is geweest bij moeder en de kinderen. Ook de jonge vossen ontsnappen niet aan het onderzoek. Alle kleintjes worden om te beginnen voorzien van een oormerk, wat te vergelijken is met het ringen van vogels. Elk jaar worden ongeveer 60 gemerkt, waarvan er in de loop van de tijd zo'n 20 worden teruggevonden. Ten slotte wordt ook moedervos uitgegraven en die krijgt in ieder geval een zendertje om de nek. De deskundigen maken precieze aantekeningen van lengte, kleur en gewicht, waarna de hele familie weer in de burcht wordt teruggezet. Het telemetrisch onderzoek in Nederland is het enige op dit gebied in Europa. Het zal niet alleen bijdragen tot meer kennis omtrent de rol van de vos bij eventuele verspreiding van ziekten, maar tevens tot meer inzicht in het gedrag van een diersoort die men tot op dit ogenblik waarschijnlijk ten onrechte als schadelijk wild beschouwt.